Nu zijn er voor de landbouw eigenlijk al heel lang, sinds 1962, zijn er uitzonderingen op de algemene mededingingsregels. Zowel de mededingingsregels als deze uitzonderingen zijn ook in deze integrale GMO-verordening opgenomen. Dus dan denk je van ja, hoe verhouden ze die zich nu, hè? Van de producentenorganisaties staan erin, waarbij je dus prijs mag stabiliseren, aanbod mag concentreren en het aanbod op de vraag mag afstemmen. Die staan erin. En aan de andere kant staan de mededingingsregels erin. En dat is, uiteindelijk komt dat neer op een aantal woorden, namelijk dat de mededingingsregels, die zijn geformuleerd in de zin van tenzij deze verordening anders bepaalt, zijn de mededingingsregels van toepassing. Dus de woorden, tenzij deze verordening anders bepaalt, daar gaat het om. Die verwijzen naar de regels voor producentenorganisaties. Dit heb ik in Brussel gecheckt en men bevestigt dit. Dat betekent dat de regels voor producentenorganisaties voorgaan voor de mededingingsregels. Dit kun je ook aan andere juristen kijken, ook van hoe is dat precies geformuleerd, maar je kunt het ook, Brussel heeft bevestigd, maar je kunt het ook zien omdat deze eerste zinsnede, die staat niet in de mededingingsregels die voor andere sectoren van toepassing is. Dat zijn allemaal aanwijzingen waarop je kunt zien dat je dit verband wordt dus verwezen naar de producentenorganisatieregels. Daarnaast staat in dat artikel ook nog, tenzij deze verordening anders bepaald. Daarnaast staat in het artikel ook nog, eindigt met de zinsnede onder voorbehoud van. Dat verwijst weer naar andere regels die daarna komen, wat dus de uitzonderingen zijn. Het heeft niet als hoofddoel, gaat het niet over producentenorganisaties, maar daarbinnen komt wel voor dat de Europese Commissie en ook de rechter erkent dat bij telersverenigingen, producentenorganisaties, dat het doel daarvan is om aanbod te concentreren en gezamenlijk de prijs te bepalen voor het product. En alle verenigingen hebben als rechtspersoon een vorm van coöperatie. Wat mijn conclusie uit dit geheel is, is dus dat de producentenorganisatieregels die gaan voor de mededingingsregels in deze verordening. Dat betekent dat producentenorganisaties dus opgericht kunnen worden, erkend kunnen worden door lidstaten en de doelstellingen die geformuleerd zijn, dat zij dus kunnen opnemen in hun organisatie.